Meneer had zeker geen trek vanmorgen. Zijn eitje niet opgegeten, twee boterhammetjes laten staan. Nou, dat is toch anders niks voor meneer. Suiker, ik ben om 11 uur weer terug. Verwacht je bezoek. Zorg je dat er wat koffie klaar is en ook iets van gebak of zo. Gaat u al weg, meneer? En het is pas 8:15. Ja, ik heb een dringende vergadering van het waterschap op het gemeentehuis, Saartje. Maar u hebt helemaal nog niks gegeten. Nou, erg veel haast en daarom geen tijd. Haal het vanmiddag wel weer in, hoor. Tot ziens, Saartje. Dag, meneer. Koffie in een pak. Eens kijken, koffie. Nou, die is helemaal leeg. Mag ik wel eerst gaan halen. En dan gebak. Ik zal maar een cakeje nemen met wat slagroom. Zeker de koffie al. Ja, ik had zo gevoel dat het bij 10:30 was. Even tijd om het werk te onderbreken. Zo is dat. Ja. De boer zal zo ook wel even komen. Alsjeblieft. Oh, daar komt hij al. Ja. Zo, Zwieber. Je bent er ook als de kippen bij. Oh. En, schiet je op met je werk? Ja hoor, ik heb alles eraan. De moestuin omgespit, paarden erbij gebracht, naar de stal gebracht, de wei gemist en de kippen voor. Mooi. Maar je zit erbij als een zoutzak. Ja, ik heb in maanden heb ik niet zo hard gewerkt. Ik heb een gevoel of ik grummelde tiek in mijn rugbord heb. Oh, ik zal vanavond een steen in de oven leggen. Ja, graag. Leg je lekker een hete steen tegen je rug. Steen. Morgen alles weer over. Ja. Ah, die rug zal wel genezen. En hete bak koffie zou je ook goed doen, manneke. Ja. Kom zitten. Zet als waar ook. Ik heb die twee beste lammeren verkocht aan Jan Schutte. Ze staan in de stal bij de koeien. Die moet je dadelijk even gaan halen, Zwieber. En ik zag dat er een paar planken los zaten van die staldeur. Maak die ook even, hè? Goed, baas. Och, Struik. Kijk die stumper nou toch eens. Hij is het werken verleerd. Hé, hey, slaapkop. Hey. De kippen zijn al niet op stok, hoor. Ik sliep helemaal niet. Ik zat alleen maar een tikkie te dutten. Tweede bakje, mannen? Ja? Beetje erbij. Hij is er dus zenuwen bij. En wat heb ik je nou gezegd wat je dadelijk moest doen? Hé, laat die mannen toch eventjes van zijn rust genieten. Nou, je hoort het. Geniet van je rust en geef antwoord. En ik nog moest doen? Wat was het ook weer? Nou, hoor je het, Pleun? Hij weet niet eens meer wat ik hem heb opgedragen. Jawel. Lammetjes uit de schuur halen en hier naartoe brengen. Alsjeblieft, Struik. Nou hoor je het. Ja, en wat nog meer, Zwieber? Wat nog meer? Ja, wat nog meer? Nou, ik zal van mijn stoel zakken als ik het weet, hoor. Pleut, nou hoor je het, meneer weet het niet meer. Aan de stalder zitten een paar planken los. En nou laat jij Zwiebertje even rustig van zijn bakkie koffie genieten. Ja. Zo is dat. Nee.
zeg, Fleun. Heb jij Zwiebertje al gezien? Zwiebertje? Nee, waarom? Je had die lammeren toch moeten halen. En in de stal staan ze niet meer. Maar hij moest die deur toch ook nog maken? Dat is anderhalf uur geleden. Had toch al lang klaar moeten zijn? Ja, verdraaid. Ik moet die dieren toch wegbrengen. Nou, het wordt tijd dat ik die knaap eens een beetje anders aanpak. Misschien neemt dat karwei wel meer tijd dan jij dacht. Zeur toch niet. Een paar planken timmeren is toch hooguit 10 minuten werk. Ik ga die knaap eens even opzoeken. Oh, 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 oh. Struik is weer eens aangebrand, hoor. Zo, die zaak is dus afgedaan, veldwachter. Ja, dat wil zeggen, meneer, met uw goedvinden meen ik deze keer nog met een waarschuwing te kunnen volstaan, hele lachbare. In orde, veldwachter. Ja, meneer, dan kan ik nu zeker wel weer gaan. Ik ben het, jouw veldwachter. Jij kunt weer van de frisse buitenlucht genieten, hè? Ja, meneer, maar dat is mijn toeval. Voor hetzelfde geld kan het kletsjeger, meneer, en dan moet ik er ook doorheen. Nou, je bent wel te beklagen, hoor. Meneer. Oh, dat is waar ook. Voordat je weggaat, wil je even deze lijsten op alfabetische volgorde leggen? Natuurlijk, meneer. Vanzelfsprekend. Nee, nee. Nee, niet deze kleine hier. Deze, veldwachter. Deze? Ja. Oh. Nou, even kijken. Nou, meneer. Dat is een hele vracht, meneer. Moet ik je soms helpen dragen? Nee, meneer. Voor een veldwachter is niks te veel, meneer. Bravo. Ik zal je even helpen, veldwachter. Ja, meneer, dat was een ongelukje. Ja, nou, vraag maar. Zo. Misschien wil u zijn vrienden... Ja, hou ze goed vast. Ja, meneer, ik hou ze beter vast. Hier nog een paar. Zo. Ja, zo gaat het met, meneer. Zo, nou, voorzichtig, ja, hè. Ja, meneer. Kom. Ja, 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 kom. Zo. Zo. Je ziet de deur door. Ja, en rechtsaf. Waarom, hoor. Ja, denk je erom, veldwachter. Ja, niet vallen. Voor een veldwachter is niets te veel. Maar ze kunnen toch niet zomaar weg zijn? Het zijn niet alleen die twee lammeren. Het is het ventje ook. Tja, dat heb je er dan van als je zo'n losse arbeider in dienst neemt. Maar wat kan er nou helemaal gebeurd zijn? Wat er nou helemaal gebeurd kan zijn, vragen ze me nog. Het is gewoon een onbetrouwbare kerel. Maar wat denk je dan? Hij is te lui om te werken. Grapt een paar van mijn mooiste lammeren. Gaat ermee naar een dorp en verkoopt ze. En gaat er met mijn centen vandoor. Nee, ach nee, zo'n vaart zal het toch niet lukken. Zo, zo. En hoe verklaar je dat dan? Ach, jullie vrouwen hebben toch nergens verstand van? Maar ik laat het niet meer zitten. Wat wou je dan gaan doen? Ik pak mijn fiets en ik ga naar het dorp. Dat moet die veldwachter achteraan. Dat is gewoon een politiezaak. Zou je dat nou wel doen, Struik? Misschien is er wat gebeurd. Ja, natuurlijk is er wat gebeurd en er zal wel veel meer gebeuren. Nee, lammetjes stelen. Ach nee, daar zie ik Zwiebertje helemaal niet vooraan. Dat geloof ik niet. Ja, het lijkt me erg onwaarschijnlijk. Erg onwaarschijnlijk. Zwiebertje had wel eens dolle dingen uit, maar stelen. Nee, nooit. Bij uw edelheid zal die zulke dingen niet uithalen. Ik kan het niet geloven. Ja, goed, ik zal onze veldwachter op onderzoek uitsturen. Tevreden? Niet eerder tevreden dan voordat ik mijn lammeren terug heb. Ja, 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 dat begrijp ik, Struik. Ga nu maar naar huis, je hoort nog van ons. Ja. Tot ziens. Daar reken ik dan op. Goed. Tot ziens, burgemeester. Bode. Vraag of de veldwachter even komt. U had me geroepen, meneer. Tony Horus, edelachtbare. Ik heb straks even bij me gehad. Struik? Ja. Oh, wacht, meneer. Jij wilde toch zo graag van de buitenlucht genieten, hè, veldwachter? Nee. Dat kan. Nu. Ja, Zwiebertje schijnt er vandoor te zijn.
Oh, Siebertje. Ja. Siebertje werkt tegenwoordig bij Struik, hè? Ja, dat weet ik, meneer, dat weet ik. Ja, die heeft hem weggestuurd om een paar lammeren te halen. Toch geen ongeluk, meneer? Dat wil zeggen, veldwachter, Siebertje is weg. En de lammeren zijn ook verdwenen. Zo, meneer. Dat is niet zo mooi. Nee, dat vindt Struik ook. Maar die denkt dat Siebertje met de lammetjes is vandoor gegaan. Doorgegaan? Gestolen bedoelt u, meneer? Ja, dat bedoel ik niet, veldwachter. Nee, dat bedoelt Struik. Struik? Ja. Struik? Ja, die Struik die kent zijn papa Hebbers, meneer. Dat is helemaal niet zo leuk, veldwachter. Nee, meneer, niet leuk, meneer. Er moet iets gebeurd zijn. Maar wat, ja, dat weet ik niet. En wat nu, meneer? Dat moet jij eens van me gaan uitzoeken, veldwachter. Jij hebt een goede speurneus, hè? Zoek Zwieberman op en onderzoek het zaakje. Begrepen? Tot Joris. Edelachtwaardig. Tja, het is een heel raar zaakje. Daar ben ik helemaal met je eens, Struik. Het gaat mij niet alleen om het verlies van die twee lammeren, veldwachter. Dat is op zichzelf al een flinke stroop, maar ik wil hebben dat die kerel er stevig voor gestraft wordt. Ja. Als je vermoeden juist is, dan draai ik hem het gevangen en daar kan je op rekenen. Juist. Ik wil me er niet mee bemoeien. Nou, bemoei je er ook niet mee? Nou, oh, even Struik. Ik wil alleen maar zeggen dat je niet zo wraakzuchtig moet zijn. Kom heen met zo'n vrouwmens in de buurt. Kunnen wij niet verstandig praten. Kom. Ga eens even rustig zitten. Wel dank. Zo. Nou. Nou moet je eens goed naar me luisteren, veldwachter. Als jij Zwiebertje te pakken krijgt. Nou, en? En als jij die twee lammeren achterhaalt. Nou, wat dan? Dan zit er een lekkere kaas voor jou aan. Dat heb ik er graag voor over. Nou, wat zeg je ervan? Wat ik daarvan zeg. Een ambtenaar in functie die laat zich niet belonen. En een man als ik. Je doet alleen zijn plicht, heb je dat begrepen? Poe. Ik meende het goed met je. Je meende het goed met me. Hier. Wij zijn me nou bij die schuur waaruit Siebertje met die lammeren verdwenen is. Goed, dan doen we. Kom mee. Pleun, ik ben even met de veldwachter mee. Nou, je komt gewoon als geroepen. Dat is geroepen, ja. Maar niet door jou. Huh? Door boer Struik. Oh, potje aan zelderij. Dus je weet het al. Nou, hoef ik je tenminste niks meer uit te leggen. Maar ik zit wel zwaar in de puree. En of, tot aan je nek, mannetje. Ja, ben toch blij dat ik je gevonden heb. Ja, het heeft me wel een paar stijve benen gekost. Maar nou heb ik jou, mannetje. Zeg, de boer zal wel glurend kwaad op me wezen. Nou, hoe is het mogelijk, hè? Oh, ja. Ik kan er ook niks aan doen. Het is gebeurd en wat gebeurd is gebeurd. Hé, Bloem. En wat nou? Nou, als jij me nou een beetje helpen wil. Dat mag je allemaal aan de burgemeester vertellen. Ik heb het moeilijk aan de burgemeester vragen of die met me ook op stap gaat. Kan je ook niet. Maar wij gaan samen op stap. Meen je dat nou? Ja. Dus jij komt me helpen, hè? Kom, dan stappen wij maar eens een keertje op, hè? Ja. Hé, zo gaan we naar het dorp. We moeten die kant op. Nou, geen geintjes, hè? Nee. Maar, zo gaan we... Ja, dat klopt allemaal, dat klopt. Zo, maar eerst zal jij je tegen de edelachtbare verantwoorden, mannetje. Tegenover de burgemeester? Ja, natuurlijk. Lammetjes stelen mag nog steeds niet, hè? Lammetjes? Stelen? Ik? Nee, mijn grootje. Oh. Ah. Tegen jou zeg ik niks meer. Nou, dat is heel fijn, dat is heel rustig. Maar nou ga je mee en doorlopen. Schiet op. Ja, maar luister naar nou, even.
Ik had ook niet verwacht dat jij in staat was om een diefstal te plegen, Zwiebertje. Jij toch eigenlijk ook niet, veldwachter? Nou, nee, meneer. Maar ja, als veldwachter moet je toch met alle mogelijkheden rekening houden, edelachtbare. Een mens is maar een mens. Dat is een hele wijze opmerking, veldwachter. Ja. Dus, als ik het goed heb, meneer, dan is alles weer helemaal in orde. Om de drommel niet, Zwiebertje. Nee. Die lammeren moeten terechtkomen. Ja, en als de zaak in orde is, laat het me dan weten. Maar zoek wat je zoeken kunt, hè? Zoeken, meneer. Al is het op mijn blote voeten, mijn blote knieën. Dwars door het bos heen, door het park heen, door het water heen. Ik zoek me een hoedje. Ik heb al een hoedje. In ieder geval, hartelijk dank voor het vertrouwen, meneer. Laten we gaan. En jij hartelijk bedankt voor je wantrouwen. Want je bent de veldwachter van de bovenste plank. Nou ja, Siebertje is ook natuurlijk doodmoe. Maar werken kan niet, veldwachter. Ja, dat is wel waar, meneer. Maar toch, het is een hele vreemde snaak, hoor. Je weet van voren niet dat hij vanaf gelijk. Trouwens, je moet alles rekening houden, hoor. Met deze man, meneer. Edelachtbare, het is heus waar. Voordat je het weet, heeft hij een beetje neus. En jij hebt een stevige neus, veldwachter. Die kan er tegen. Ja, meneer. Als u nou alsjeblieft niet kwaad op me wil worden. En me alsjeblieft wil begrijpen, meneer. Kijk eens, het is zo dat... Ik kan heus wel tegen een grapje, edelachtbaar. Ik kan het zelfs heel goed tegen een grapje, meneer. Maar het gezag, meneer, dat moet in alle tijden gehandhaafd worden. Begrijp ik volkomen, veldwachter. Dank u, meneer. Zal ik nu maar weer mijn lijst in orde gaan maken, verder, meneer? Goed, veldwachter, goed. Ah, nee. Nee, dat is waar ook. Ik heb vanmorgen een afspraak bij me thuis. Daar heb ik die papieren en dat wetboek bij nodig. Breng die eerst even bij me thuis, wil je? Het wetboek? Ja, meneer. Dat is het wetboek. Dat zijn de papieren. Dat zijn de papieren. Zo. Arme Zwiebe, die was natuurlijk bek en bek af. Ach, dat is een kwestie van sport, juffrouw Saartje. Van sport, waarom? Ja, natuurlijk, als je niet geregeld traint, dan verleer je het, hè? Nou, maar hij is anders nooit te lui om te werken. Nee, hij is niet te lui om te werken, nee. Maar hij moet eerst wel centjes nodig hebben. Hé. Wat nou? Neem me niet kwalijk, even in het gesprek, mangel. Maar ik protesteer hevig. Jazeker, mijn kameraad staat altijd klaar om iemand te helpen. Zelfs als er geen rode cent voor wordt betaald. Oh. Ja, mensen, je weet toch ook wel van Dijk dat ik dat zo letterlijk niet meen? Nou, maar als hij het niet had gezet, had ik het wel gedaan. Oh. Ja. Zeg, van Dijk, hoe is het met die poot? Zeker afgebroken, hè? Nee, dat viel erg mee, juffrouw Saartje. Het was een kwestie van een klein schroefje. Het was los. Ik heb het maar vastgedraaid, hoor. Ben ik je nog wat schuldig? Nee, vanzelf niet. Nee, dat is maar zo'n klein klosje. Oh. Nee, de vriendendienst, hè? Dank je wel. Nou, kom, ik zal de rommel meteen maar oprodelen. Zo. Veldwachter. Wat kwam je eigenlijk ook weer doen? Ja, dat is waar. Natuurlijk, je verzeiken dat wetboek en die papieren. Die moest ik binnen op het bureau van de edelachtbare leggen. Jij bent een grote sportsman, hè? Ja, hè? Een onvermoeibare wandelaar. Nou, daar kon u wel eens gelijk aan hebben, je verzeiken. Ik wandel bij halve leven al. En onvermoeibaar, dat klopt, hoor. Dat klopt. Als jij Subertje dan eens ging helpen zoeken. Ja, kijk me maar niet zo raar aan. Ik? Ja. Ik? Ik naar een paar voortvluchtige lammetjes gaan zoeken? Ja. Ik de veldwachter. Ja, dat is heel goed van je versaatje. Ja, dat is een heel goed voorstel. Moet je doen, broer. Oh ja, jij moet je er helemaal niet mee bemoeien, begrijp je dat, met je kromme benen. De kromme benen, die gaan zeker twee keer zo hard als de jouwe. Oh ja? Ja, zeker. Nou, dan ga jij je kameraad toch zeker helpen? Nou, zeg ik. En dan moet jullie niet onvriendelijk worden. Nee, dat neem ik aan. Ja, dat klopt, dat doe ik. Als jij ook meedoet. Dat is een prachtig voorstel, ja. Veldwachter. Ja. Oh ja? Nou, het spijt mij dat gewoon, juffrouw Saartje. Niet dat ik het er beroerd voor ben, hoor. Helemaal niet, juffrouw Saartje. Maar ja, ik heb van onze edelachtbare heer de burgemeester een belangrijke, directe administratieve opdracht gekregen. Die is zo dringend, dan moet ik daar direct voor naar terug naar het stadhuis. Kom, ik zal eerst even die papieren op het bureau gaan leggen. Daar vergeten jullie dat zoeken maar, hoor. Ja, hoor. Oh, neem me niet kwalijk, meneer. Ik wil... Geef maar hier, veldwachter. Nee. En wat die administratieve opdracht betreft, laat dat maar rusten. Ja, meneer. En volg de stem van je hart, veldwachter. Ja, meneer. En ga samen met Van Dijk onze Zwiebertje helpen zoeken. Ja, meneer, maar ons eigen werk gaat toch voor? Nee. Ik zei het toch, volg de stem van je hart, veldwachter. Ja, meneer. Ben je het niet met me eens, paardje? Helemaal, meneer. Ja. Maar vindt u het niet aardig van een veldwachter? Ja. Een veldwachter is er, Saartje, om zijn medemens te helpen. Ja, zo is burgemeester. Ja. Succes, veldwachter. Ja, ik geloof. Nou, zullen we nou krijgen? Dan moet ik nog gaan zoeken ook.
Een zwiebertje zoeken, lammetjes zoeken, het lijkt wel een zoekplaatje. Ja. Daar ben je nou veldwachter voor geworden. Francis Veldwachter. Daar ben je nou zwaar voor gedecoreerd. Je maakt ons week, veldwachter. Nou, gaan. Kom, ja. Ik zou mijn rommel wel eventjes oprommelen. Ja, ja. Hoe lang, Van Dijk, zoeken we nou al niet, hè? Nou, het zal om en bij een uurtje wezen, veldwachter. Ja, zeker wel, hè? Ja. Verschrikkelijk. Zou je dat zweterige petje nou maar niet in je handen houden? Dus vertel je me nou, wil jij mij als veldwachter in het bloot hebben? Nee, man, dat is verboden. Je dacht zeker dat ik moe was, hè? Oh, nee, hoe kom je erbij? Je bent alleen maar een beetje bek af. Bek af? Helemaal niet, man.
Maar ik erger me. Ik erger me verschrikkelijk over al die gemeentelijke energie die voor niks verknoeid wordt. Nee, dan moet je eens ophouden met kibbelen. We hoeven helemaal niet te kibbelen. Ik kibbelen? Ja. Wie begint er hier nou met kibbelen? Ach, man. Wacht. Wat is er? Er komt een man aan met een kruienwagen. Nou, heb jij nog nooit een man met een kruiwagen gezien? Nee, maar misschien heeft die zwiepertje gezien. Zou eens even vragen aan hem. Nou, je vraagt maar, hoor. Ja. Nee. Heb je misschien een kruiwagen? Ja, voor elkaar. Het is misschien maar puur toeval, man. Wel ja, mijn man die zei misschien maar iets om ons van ons af te wijzen. Natuurlijk, die man die heeft natuurlijk ontzag voor mijn prachtige uniform. Ja, bang dat dit dat hij als een verdacht figuur eventueel verdacht zou worden. Ja, maar hij was heel zeker van zijn zaak. Hij zei die kant op. Nou, ik zou er maar niet zo op rekenen, hoor. Jawel. Dus ik, ja. Wat is er wat hij je? Droom ik nou? Dan zie ik spoken. Je wordt niet goed. Je moet even aan de kant gaan leggen. Je denk op je gezondheid. Even uitrusten. Meneer Van Dijk. Heb jij al eens iets gezien wat er niet was? Nee. Ja, als je ziek bent, heb je dat. Dan heb je wel eens koorts. Dan zie je allemaal gedrochten en allerlei figuren. Laatst heb ik ze nog bovenop mijn buik gehad, toen ik zo ziek was. De griep is over je heen gevallen. Je hebt griep, je moet even hier gaan lekker leggen. Nee. Ik zag het. Wat zag je? Een monster? Zoiets. Zwiebertje. Zwiebertje? Kom eens mee. Alsjeblieft. En wij lopen onze voeten plat. Vuile papieren. Laat je ook nog slingeren in ons mooie bos. Ja. Het is eruit. Oh, kijk. Houd vast. Ja? Wat ga je doen, joh? Nee! Hoor, niet schieten! Niet schieten! Ga je lammetje schieten! Ben jij het? Ja, zellig hoor. Stel jij maar niet aan hoor. Noem je dat zoeken, lui, vlekel dat je daar bent. Ja, dat is eigenlijk niet leuk van jou, Sweep. Jij gaat hier maar lekker leggen te slapen. En wij zijn je overal aan het zoeken. En we lopen onze mikmak om je te zoeken. Ja, echt waar hoor. We hebben overal gezocht. Overal. Ja, dat klopt. Maar nou, ga jij maar eens alleen zoeken, begrijp je dat? Ja, vlekel dat je er bent. Weet je wat wij doen, Van Dijk? Wij gaan terug naar het dorp zo. Veldwachter. Veldwachter, nou, gooi je mijn gedachtenwereld door elkaar. Wat is dat nou? Nee, eerst lopen onze benen krom. Jouw benen zijn al jaren krom, man. Je moet niet aan mijn gevoelswereld komen. Wat wou ik nou ook weer zeggen? Wat moet ik nou? Nee? Nou, dat zal ik jou dan eens vertellen. Als een brave jongen zou jij met mij teruggaan naar het dorp. Ja, dat was het, ja. Nee, dat doe ik niet. Ik zit daar eventjes helemaal gek zijn. Ja, ik begrijp jou wel. Je wilt eruit knijpen, hè? Ja, je wilt de edelachtbare in zijn hemd zetten, hè? Je wil helemaal niet. Maar zo zijn de rapen niet, gaar. Nee, ik ga. En ja, ik ga. Blijf. Ga jij maar. Ik blijf hier. Ik zeg tegen Sweep, wij gaan naar de lammetjes zoeken. Ho, halt. In naam der wet, sta stil. Oh? Ja. Jongen, als gezagsdrager wou ik jouw vertrouwen op de proef stellen. Dat je dat nou niet begrijpt, maar je bent net als ik, dat heb ik gemerkt. Je bent een man van je woord. Ja, voor een veldwachter is dat iets heel bijzonders, hoor. Maar voor een gewone burger. Pure deugd, man, pure deugd. Jongen, wat een slimmerik, Sweep. Ja. Maar ga je naar mij of niet, Brom? Geen haar op mijn hoofd die aan iets anders gedacht heeft, maar... Ik neem de leiding. Oh. Ik maak het krijgsplan. Hey ja, dat is gezellig. Ons Shatterhand. We gaan Indiaantjes spelen. Ja. Kijk eens. Die lammetjes, hè? Ja. Die kunnen niet weg zijn. Oh, nee. Zeg, hoe komt hij erop, hè? Wat knap van hem. Maar waar? Ja. Maar waar? Kijk eens, Fiebertje, jij was in het wilde weg zomer aan het rondlopen. Ja. Nou, dat noem ik als veldwachter geen zoeken. Wel, nee, man. Dat noem ik een doodgewoon klein kinderstelletje. Ja. Steek in je zak, Sweep. Ja. Nou.
Nou, het krijgsplan. Ja, het krijgsplan. Punt A. Punt A. Ja? Daarnet zei ik het al, die lammetjes die kunnen niet weg zijn. Zjongen, zjongen, zjongen. Punt B. Punt B. Als de lammetjes niet weg zijn, dan moeten ze in de omtrek zijn. Ja. Zjongen, zjongen, zjongen. Punt C. C. Als ze in de omtrek zijn, hè, dan moeten we de omtrek kunnen overzien. Dus, jongen, nou ja, laat maar. Hè? Dus gaan we niet in het wilde weglopen? Nee. Nee, we zoeken een hoog punt. En dat is punt D. Begrijp je? Ja. En dat punt D, dat is een hele hoge boom. Oh. Eén van ons die klimt erin. Nee, met z'n allen, dat is veel leuker. Ik zei, één van ons klimt erin. Eén van ons klimt erin. Die bekijkt de hele omtrek. Bekijkt de hele omtrek. Ja. En als hij de lammetjes ziet, dan gaan wij op jacht. Ja, dan roept hij jolle idee. Ja. Nee. Dat is goed. Nou, niet langer getreuzeld, mannen. Ja. Voorwaarts! Mars! Ja. Hey, Sweep, hierheen. Ja, kom mee. Nee, jongens. Onze pogingen zijn mislukt, hoor. Ja, ja. Die boom die is veel te dik. Ja. Weet je wat, we geven het maar op. Nee, wacht even. Wacht even. Ik weet wat anders. Ah, het zal wel weer wat wezen. Nee. Als we nou eens op Malkanders schouwers gaan staan. Ja, we maken er een circuskunstje van. Nee. Gewoon met je rug tegen de stam en dan gewoon opstapelen. Oh ja, wie moet er dan bovenop staan? Ja. Ja? Nou, mag ik dan even weten, wie moet dan de bovenste zijn? Ik. Ik ga wel op de uitkijk. Ik wacht wel even. Ik zal wel de bovenste zijn. Ja, Piet, jij onderop. Jij een beetje zijn tongkroem. Nee. Die de beste ogen heeft, die moet op de uitkijk staan. Oh ja, en wie heeft de beste ogen? Nou, dat zullen we eens haarfijn gaan uitzoeken. Zo. En hoe wou jij dat dan wel doen? Heel eenvoudig. Eenvoudig? Ja, kijk. Waar? Nee, moet je eens opletten. Hey. Kijk, zien jullie daar die knottenwillig langs de slootkant staan? Die dikke daar, ja? Ja. Een ja. Knottenwillig? Ik zie hem alsof ik ervoor stond. Goed, jij ziet hem ook. Nou, let op. En dan halverwege de stam moet je even kijken. Wat dan? Halverwege de stam? Zie je daar die vlieg? Een vlieg? Ja. Waar dan? Een vlieg? Dat kan toch niet? Kijk. Hij kruipt net uit dat spleetje. Ja. Kijk nou eens. He? Nou zit hij met zijn voorpootjes zijn koppetje te wassen. Hoe is het mogelijk? Dat is niet normaal meer. Ja, als jij je was, vind je het ook niet normaal. Ik bedoel natuurlijk dat Piet van Dijk dat zien kan. Nou ja, goed, er is de zaak beklonken. Piet heeft de beste ogen. Dan gaat hij bovenaan staan. Oh ja? En wie moet er dan onderaan? Onderaan? De sterkste van ons drieën natuurlijk. Ja, natuurlijk. Je bent zo sterk als een beer. Ja, je bent de sterkste man van het dorp. Op jou bouwen we allemaal. Ja, dan moet ik je nog om lachen ook. Nou, je kan me nog meer vertellen. Ja. Pak jij geen salander, maar die is sterker dan ik. Ja, dat vind ik een idee. Ja. Wat is de makkelijkste kant? Auw! Nou, die is ook sterk, hè, Piet. Die is zo sterk als ik weet niet wat. Want die moet schuiven. Wacht even. Oh. Hier zo. Hier, je hoed. Ja. Hé, hey, Van Dijk. Zie je nou wat? Ik zie van alles. Maar geen lammetje te zien, hoor. Hé, hey, kijk, kijk, kijk. Hé! Hey! Oh, wat doe je nou? Wat doe je nou? Oh, nou, dat is toch geen werk? Nou, dat is toch verdraaid goed afgelopen? Ja, zeg dat wel. Jullie hadden wel bovenop me kunnen vallen. Ja, hadden we geen dorp veldwachter meer gehad. Nee, een dorp zonder veldwachter is als een zomer zonder zon. Ja, zeker. Mannen, het lot heeft mij bespaard. Maar ik moet nu een nieuw plan uitdenken. In het leger werd ik bevorderd tot korporaal voor mijn vindingrijkheid. Ja, en dat komt me nu heel goed van pas. Hoi, Red. Brom is een hoge Piet geweest in het leger. Korporaal.
Ik zie het al. Brom met die indrukwekkende bananenschillen op zijn mouw. Ja, ja. Maar ik liet me er nooit op voorstel. Ik bleef een kameraad voor mijn minderen, hè. Oh ja? Had je erg veel minderen? Nou, wat zal ik je zeggen? Bijna het hele leger. Oh. En dat heb je ons nog nooit verteld? Oh. Bescheidenheid is een van Broms mooiste karaktertrekken. Nee, Siebeke. Dan moet je me niet vleien, want daar heb ik een hekel aan. Maar toen ik zo langs jullie heen en weer liep, toen had ik het ineens. Ja, het heen en weer. Koest, laat dat veldwachter uitspreken. Nou. Juist. Dan moet ik eens kijken. Zie je daar wat ik zie? Kijk eens langs mijn vinger. Een molen? Ha! Slimmer ik ben jij, veldwachter. Je wil natuurlijk op de molen klimmen. Ja. En op zo'n molen, dan kan je alle kanten uitkijken. Ja. Ja, nou, zijn de jagingkorper allemaal generaal moeten maken. Ja, klets nou maar niet, mannen. Voorwaarts! Mars! Stipjes daar in de vette? Nee, die rode of die groene is nou goed. Ja. Oh. Wat is dat? Vreemdelingen in die meulen? Het is een mooi plannetje van je, Brom. Maar hoe wou ik eigenlijk een lammetje te zien? Nee, het lijkt wel of dat ze in de grond verdwenen zijn. Ik zit lelijk in de puree, hoor. Dat kost me mijn baantje ook nog misschien. Dat is wel je eigen schuld. Je laat er nou mijn schuurdeur open staan. Denk niet weg dat ik toch in de knoei zit. Nou, kom maar, Van Dijk. We gaan maar weer terug naar het dorp bij ons uiterst best gedaan. Laten we nog even naar de andere kant gaan. Zo, daar is het, die verduif, hè? Mooi zo! Niemand betrapt, helemaal niet, Quispel. Maar ik ben te vrij geweest in mijn functie als veldwachter om jouw molen even te betreden. In jouw functie, wat voor een drommel had je dan te zoeken? Kalm, we zijn hier allemaal met eerbare bedoelingen, hoor, Quispel. Ja. Ah, een stroper of een inbreker, hè? Nee, was dat maar waar? Een paar onnozele lammetjes die die suffert uit de schuur heeft laten lopen. Lammetjes? Twee lammetjes? Ja, gewoon als lammetjes, niet verkleed of zo. En zijn er nog een blauwe streep boven hem terug zitten? En jij hebt ze laten lopen, hè? Ja, dat was niet zo moeilijk. Ja, maar geloof je niet geen geintje. Nou, dan geloof ik dat ik goed nieuws voor je heb. Want twee lammetjes met een blauwe streep over hun rug liepen vanmorgen bij mij in de moestuin. Waar heb je ze daar gelaten? Ik heb ze opgesloten in de geitenschuur. Ik was net van plan vanmorgen de burgemeester te gaan waarschuwen. Je had in de eerste plaats mij moeten waarschuwen, Quispel. Ik ben de man die zulke zaken opklapt. Waarom maak je niet, Dick? Je weet het nu, hè? Nou in ieder geval, man, hè. Mijn krijgsplan is gelukt. Gaan jullie mee? Dan gaan we de lammetjes ophalen. Mag ik u nog iets vragen, meneer? Ja, je vraagt maar, schatje. Vindt u het goed dat
Ik wou ze graag zelf gaan zoeken. Maar jij alleen? In deze wilde, woeste wereld zonder enige bescherming, Saartje? Ah, oh, meneer, mij zal toch niemand opeten? Weet je wat, Saartje? Als we nou samen gingen. Zou u dat willen, meneer? Ja, natuurlijk, samen zoeken is toch veel gezelliger dan in je eentje. Ja, maar zou u dat echt willen doen, meneer? Een fikse wandeling zou heel goed voor me zijn. Maar dan zit ik toch de hele dag maar te lezen. En bovendien, uitstekend voor mijn eind, Saartje. Zullen we dan maar meteen gaan, meneer? Ik ga direct, Saartje. Hè? Pak vast mijn hoed en paraplu. Ja, meneer. Oh, wat zeg je me daarvan, Saartje? Onze veldwachter heeft te kunnen veilig naar de boerderij, hè? Vindt u die fijn van Zwiebertje, meneer? Jongen, zit er de burgemeester met je van... Saar in de Edelachtbare! Ja, afdeling! Huh? Ja! De Edelachtbare, verloren lammeren, terecht! Ja, meneer, dankzij Hummus! Ja, Edelachtbare, eerst hebben we wat geavontureerd, maar toen ging de veldwachter dwars op zijn doel af. Ja, veldwachter! Jij stecht steeds meer dan mijn achting. Jouw speurneus vind ik de eerste plaats in het gemeentehuis, veldwachter. Oh, vindt het niet enig meer, wat een schatjes. Hé, Zwiebe, mag ik er ook een vasthouden? Voorzichtig, hoor. Kalm, kalm, kalm. Ja, want je wil naar moeder toe, hè? Schatje. Oh, vindt u geen schatje? Ja, wees maar lief, hoor. Oh, kijk nou toch eens, meneer. Zeg, wat zie ik, Saartje? Wil je er een mee naar huis nemen? Oh, dat zou kunnen, meneer. Nou, en wat doen we nu? Nu, in de lachbare. Als u het goed vindt, wil ik eerst de mannen naar de boerderij brengen. Saartje, dan kunnen wij wel weer omkeren, hè? En meneer, vindt u het niet erg als ik dat lammetje even naar de boerderij breng? Vindt u het niet erg om alleen terug te gaan? Ik alleen terug, zonder jouw bescherming. Nee, nee, mannen, dan gaan we allemaal tezamen, hè? Ja, vooruit. Ja, helder. Nu naar de boerderij. Ja, toe, kom op, vooruit maar. Ja, 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 als ik het gezelschap op een glaasje eigen gemaakte bessenjenever mag dan. Nou, ja. Eigen gemaakte bessenjenever. Hoor je dat, veldwachter? Ik hoor het wel, meneer, maar ik heb nog dienst. Nou, als dat je enige bezwaar is, schenk maar in, of vrachtwagen. Ja. Ik zal zo snel mogelijk de lammeren naar Jan Schutter brengen als je het zo goed vindt. Nee. Eerst een glaasje mee drinken op de goede afloop. Dank u wel. Op uw neus van onze veldwachter. Ja. Maar ik deed alleen mijn plicht, maar reden lachbaar. Ja, proost. Even wachten op de gasten. Ja. Op de behouden terugkomst. Joost, hè? Proost. Wat betekent, hè, dat Siebertje wel eens een domme, maar nooit een lelijke streek kan uit. En wij zijn weer goede vrienden, zie je. Ja, hoor. Ja. We hebben een goede afloop. Ja, hoor. Zeg, hey. En jij hebt er weer een goede vriendin bij, hè? En je verzaad je, hè? Ja. Ja. Maar ik ben blij dat het zo afgelopen is, hoor. Uit is de pret, ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weer ziens hoor. Dag Sientje. Dag Kindertjes. Dag Sientje. Dag Kindertjes, tot weer ziens.